In deze video leg ik uit wat de meerwaarde kan zijn op de middelbare school van het Leitner-systeem. Het Leitner-systeem maakt gebruik van twee leerstrategieën, actief ophalen en gespreid leren. Van beide leerstrategieën is inmiddels aangetoond dat het werkt voor vrijwel iedereen in vrijwel alle leersituaties. Dat maakt ze twee hele effectieve leerstrategieën. Met actief ophalen wordt bedoeld dat je kennis uit je lange termijn geheugen ophaalt en gebruikt. Elke keer wanneer je dat doet, zal dat stukje kennis ook weer wat beter verankerd in je lange termijn geheugen worden opgeslagen. De strategie actief ophalen kun je oproepen door jezelf vragen te stellen over de leerstof. Gespreid leren maakt gebruik van een verschijnsel dat de vergeetcurve heet. Wanneer je leert, dan sla je het geleerde op in je brein, maar je zult zien dat je snel na een paar dagen al veel van wat je geleerd hebt vergeten bent. Wanneer je op het moment dat je de leerstof dreigt te vergeten, de leerstof opnieuw gaat leren, dan gebeurt er iets interessants in je brein. Het duurt nu langer voordat je de leerstof weer gedeeltelijk vergeten bent. Door op het juiste moment de leerstof opnieuw te leren, kun je het voor lange tijd verankeren in je brein. Het vergeten van een gedeelte van de leerstof is daarmee een belangrijke eigenschap van effectief leren. Het Leiden-systeem maakt gebruik van flashcards. Dat zijn kaartjes waar op de ene kant de vraag staat, of het woordje dat je moet vertalen, en op de andere kant het antwoord. Flashcards kun je in vrijwel elk leervak gebruiken als hulpmiddel bij het leren. Met de flashcards ben je automatisch al de leerstof actief aan het ophalen. Maar hoe kun je zo goed mogelijk leren met flashcards? Het is het Leitner systeem dat ervoor zorgt dat je jezelf dwingt om ook gespreid te gaan leren. Laten we eens kijken wat dat Leitner systeem nu eigenlijk is. De basis van het Leitner systeem zijn een aantal doosjes. Deze doosjes moeten groot genoeg zijn om een stapeltje flashcards te kunnen bergen. Je bent zelf vrij om het aantal doosjes te kiezen. Hoe meer doosjes in je Leitner systeem, hoe groter het leereffect zal kunnen zijn. Maar het zal dan ook langer duren voordat je klaar bent. En vaak heb je niet onbeperkt veel tijd om de leerstof te leren. Dat hangt natuurlijk ook af van hoe lang van tevoren een docent het leerwerk opgeeft. Ik adviseer dan ook om met vier dozen te beginnen. Minder dan vier geeft een te klein leerrendement. Maar je bent wel vrij om na verloop van tijd op te schalen naar vijf of meer dozen. als dat beter past bij jouw manier van leren. Naast de dozen ga je ook gebruik maken van een kalender. De kalender geeft per dag aan. Wat je gaat doen. Je kunt de kalender van het voorbeeld gebruiken. Deze kalender werkt met vier dozen en ongeveer drie weken leertijd. Maar in de begeleidende tekst bij deze video kun je ook een link vinden naar een zelf instellen kalender waar je ook meer dan vier dozen kunt opgeven. Zoals ik al eerder zei, werk je met flashcards. Het is het beste om deze flashcards ook zelf te maken, want dan ben je ook meteen de leerstof aan het doornemen. In dit voorbeeld ga ik Franse woordjes vertalen. Maar je kunt flashcards inzetten bij heel veel verschillende soorten leerstof. Vraag je vakdocent ook eventueel om tips. Maak niet te veel flashcards in één keer. Meer dan ongeveer 20 flashcards op dezelfde dag toevoegen is niet aan te raden. Het gaat dan ten koste van je leervermogen. En je bent dan lang bezig met het maken van de kaarten. Het leidensysteem heeft de eigenschap dat je de flashcards ook in gedeelten kunt toevoegen. Ik heb hier een stapeltje flashcards gemaakt en in de eerste doos gedaan. Nu ga ik mezelf toetsen door het woord appranderen te vertalen. Nou, dat wordt in het Nederlands het werkwoord leren. Wanneer ik dat goed heb gedaan, dan mag ik het kaartje in de tweede doos leggen. Nu ga ik hetzelfde doen met de andere kaartjes in doos 1. Waarbij het belangrijk is dat ik een kaartje die ik niet weet, weer terugleg in doos 1. Wanneer ik alle kaartjes in doos 1 heb doorgenomen, ben ik klaar voor vandaag. Het is nu dag 2. Ik had gisteren nog niet alle woordjes op flashcards gezet en ik maak een tweede setje met woordjes en ik leg deze in doos 1. Daarna ga ik mezelf weer overhoren met alle kaartjes van doos 1. Dat zijn dus de vier nieuwe kaartjes, maar ook het kaartje dat ik gisteren niet wist. Heb ik een kaartje goed, dan gaat het naar doos 2. Heb ik het fout, dan blijft het kaartje in doos 1. Wanneer ik alle kaartjes in doos 1 heb doorgenomen, ben ik weer klaar voor de dag. Misschien begin je al door te krijgen dat ik hiermee, hiermee niet meer dan 5 à 10 minuten per dag bezig ben. Op dag 3 ga ik voor het eerst de kaartjes in doos 2 doornemen. Ik overhoor me weer en heb ik het goed, dan gaat het kaartje naar doos 3. Maar alle kaartjes die ik niet weet gaan terug naar doos 1. Nou, als ik dat voor al deze kaartjes doe, dan krijg ik het volgende. Als je het dus goed doet, zul je zien dat doos 2 helemaal leeg is gegaan. Maar op dag 3 staat ook doos 1 op het programma. Ik pak alle kaartjes uit doos 1, behalve de kaartjes die net uit doos 2 kwamen, want die heb ik al een keer getest. En ik neem deze kaartjes die ik nog niet getest heb ook door. Nu ben ik klaar voor deze dag. Op dag 4 hoef ik alleen de kaartjes van doos 1 door te nemen. Stel nou dat je op dag 5 ook leerwerk hebt opgekregen van een ander vak, bijvoorbeeld hoofdsteden en landen bij aardrijkskunde. Dan kun je deze kaartjes gewoon toevoegen aan je leidingssysteem. Ik raad je dan wel aan om per vak met een ander kleurtje flashcards te gaan werken. Het is namelijk wel fijn om jezelf per vak te overhoren. Anders kan het onoverzichtelijk gaan worden. Ik heb een aantal rode kaartjes van adreskunde in doos 1 gelegd. Op dag 5 begin ik weer eerst in doos 2. Alle kaartjes die ik goed heb gaan naar doos 3 en die ik nog niet weet gaan terug naar doos 1. Nu ga ik de kaartjes van adreskunde uit doos 1 doornemen. En ik ben weer klaar voor vandaag. Dag 6 wordt de eerste dag dat ik de kaartjes in doos 3 ga doornemen. Alle kaartjes in doos 3 heb ik al tweemaal maal achter elkaar goed gehad. Maar sommige kaartjes heb ik ook al een paar dagen niet meer gezien. Dit is goed. Denk nog maar eens aan wat ik eerder zei over de leercurve. Dat betekent ook dat de kans best groot is dat je niet alle kaartjes in de derde doos nog weet. Laat je daardoor niet frustreren... Het vergeten hoort er gewoon bij en zorgt ervoor dat je de kaartjes alleen maar beter gaat leren. Ik ga nu alle kaartjes van doos 3 doornemen. Heb ik er eentje goed, dan mag het kaartje naar doos 4. Maar heb ik het fout, dan gaat het kaartje helemaal terug naar doos 1. Nou, de andere kaartjes had ik ook allemaal goed en die zitten nu ook in doos 4. Natuurlijk moet ik niet vergeten om ook de kaartjes uit doos 1 door te nemen. Kijk maar naar de kalender. Dat doe ik per vak, dus ook per kleur. Eerst de Franse woordjes. En dan de hoofdsteden. Nu ben ik klaar voor deze dag. We gaan er nu even wat sneller doorheen, omdat het principe nu wel duidelijk is. Op dag 7 neem ik de kaartjes van doos 1 en doos 2 door. Op dag 8 heb ik een rustige dag, want ik hoef alleen maar doos 1 te doen. Op dag 9 is doos 1 leeg en hoef ik dus ook alleen maar doos 2 te oefenen. Op dag 10 is doos 3 aardig gevuld geraakt en neem ik de flashcards uit deze doos weer door. Op dag 11 en op dag 12 gebeurt er ook van alles. Op dag 13 ga ik voor het eerst de flashcards uit doos 4 doornemen. Al deze woorden en steden heb ik al drie keer achter elkaar goed gehad, maar voor sommige kaartjes is het een week geleden geweest dat ik ze voor het laatst doornam. Het is dus best mogelijk dat ik er toch een paar vergeten ben. Wanneer ik een kaartje uit doos 4 goed heb, dan mag deze uit mijn systeem gehaald worden. Ik beheers deze stof want ik heb mezelf vier keer achter elkaar met succes getoetst. Leg deze kaartjes ergens op een stapeltje. Dan kun je het bijvoorbeeld op de laatste avond voor een toetsmoment nog eens even naar kijken. Maar wanneer ik een kaartje fout heb. Dan gaat het helemaal terug naar doos 1. Ik ga de andere kaartjes ook toetsen. En dan kan dan dit uitkomen. Nou, dan moet ik even weer goed naar de kalender kijken. Dan moet ik doos 2 niet vergeten. Die ga ik ook eventjes toetsen. En doos 1 hoeft niet, want alle kaartjes die er nu in zitten, heb ik vandaag al een keer eerder geoefend. Zo werk je rustig de kalender af totdat alle kaartjes op zijn of totdat het toetsement eraan komt. Heb je nu uh, eerder een toetsement dan dat de kaartjes op zijn, dan weet je net voor de toets wel precies welk begrip je nog extra moet gaan leren. Die kaartjes zitten dan namelijk nog in de Leitner-doosjes. En welke begrippen je waarschijnlijk alleen maar nog een keertje hoeft door te nemen. Dat zijn de kaartjes die je ergens apart op een stapeltje had gelegd. Zoals ik al eerder had gezegd, varieer ook zelf met het aantal doosjes en met de lengte van je kalender. Wat bij de ene perfect werkt, hoeft dat bij een andere niet te doen. Het Lighton systeem geeft je ook die flexibiliteit. Laten we samenvattend de voordelen van het Lighton systeem nog eens op een rijtje zetten. Waarom raad ik je aan om het Lighton systeem te gaan gebruiken? Allereerst omdat je op een hele sterke manier aan het leren bent, door jezelf continu te testen. En dat doe je ook nog eens op een slimme manier. Je geeft meer aandacht aan de begrippen die je moeilijk vindt. Omdat je dat testen ook nog eens aan het halen bent, is de kans veel groter dat je de leerstof verankert in je lange termijn geheugen. Waardoor je het ook lang na de toets nog weet. En dat is belangrijk, want veel van, van wat je op school leert, leer je het liefst voor het leven. Tot slot kost het leren met het Leitner systeem ook niet veel tijd... Meer dan ongeveer 10 minuten per dag zul je er meestal niet mee bezig zijn. Tot slot ook nog wat aandachtpunten. Belangrijk is dat je een ritme ontwikkelt waarbij je elke dag bezig bent met je flashcards. Elke dag even serieus en met aandacht werken. Ook op zondag en ook op die dag dat je excursie had op school. Dat gaat het makkelijkst wanneer je een vast moment op de dag inruimt voor je leidingssysteem. Houd er ook rekening mee dat het maken van flashcards altijd tijd kost. Probeer het aantal flashcards dat je gaat gebruiken te beperken. Door bijvoorbeeld bij de zaakvakken echt alleen maar de belangrijkste termen mee te nemen. Zet ook niet te veel tekst op een kaartje en maak gebruik van tekeningen als dat kan. En bedenk dat je al aan het leren bent tijdens het maken van de flashcards. Het Leitner systeem is een hele sterke manier van leren, maar het kan nooit de enige manier van leren zijn. Naast het Leidenssysteem zul je altijd ook op andere manieren met de leerstof van een vak bezig moeten zijn. Vergeet niet dat je altijd je vakdocent hierover om advies kunt vragen. Heel veel succes met jouw Leidenssysteem.